De stichting 8 december 1982 heeft graag dat de gewijzigde amnestiewet wordt ingetrokken en dat 25 februari niet langer wordt gehandhaafd als Nationale Vrije Dag. Die oproep heeft voorzitter Sunil Umrosing vandaag gedaan bij de traditionele bloemenhulde in Fort Zeelandia in verband met de 8 december herdenking. Dit gebeurde bij het Nationaal Monument Bastion Veere, waar 38 jaar geleden 15 mannen zijn doodgeschoten. Een nieuw tijdperk is aangebroken. Een nieuwe kans om zonder angst in vrijheid te leven. Het is aan ons de toortsen over te nemen en brandende te houden. Het is aan ons de poorten naar recht en rechtvaardigheid open te houden voor alle generaties die na ons komen. Er is geen ruimte voor geweldsverering en straffeloosheid. En daarom roepen wij de regering op om de gewijzigde Amnestiewet 2012 in te trekken. En op 25 februari... En op 25 februari niet te handhaven als Nationale Vrije Dag. Wij moeten zorgen dat deze 15 mannen met trots vanuit de hemel naar ons hier kijken vandaag. De toorts is overgedragen en in goede handen. Het is nu aan ons. President Chandrika Prasad Santokhi, die samen met andere regeringsautoriteiten aanwezig was, zei dat er een speciale commissie is ingesteld die hem moet adviseren over het verzoek om 25 februari te schrappen als Nationale Vrije Dag. Over het intrekken van de gewijzigde amnestiewet verwijst hij naar de wetgevende macht. Umrosing overhandigde het boek Recht en Waarheid maken vrij van journalist Noralie Beyer aan het staatshoofd. Nee. Dit boek in ontvangst als president namens het volk van Suriname. En ik neem het in ontvangst op een locatie en op een dag. En als we om ons heen kijken, er heel wat muren zijn die vandaag allemaal dienen als stille gekeuken. Als de muren konden praten, dan zouden wij alles vernemen wat er gebeurd is. Maar de schrijfster Noralie Beyer heeft datgene wat de muren niet kunnen doen vandaag vermeend om in dit boek te schrijven. En ik heb de overtuiging dat dit boek boekdelen zal spreken wat er hier allemaal is gebeurd. Tot zover president Chandrika Prasad Santokhi vandaag bij de 8 december herdenking in Fort Zeelandia. Het staatshoofd heeft samen met Umrosing de eerste krans gelegd bij het monument. De stichting 8 december 1982 zegt dat ze met alle rechtgeaarde Surinamers zal blijven strijden voor het gedachtegoed van vrijheid, democratie en rechtsstaat.